Goedemiddag, welkom bij competitiewedstrijd Jukes tegen Castricum. Mijn mede-commentator vandaag is Tom van Dille. Welkom Tom. Ja, welkom Geert. We hebben als eerste 1 minuut stilte in verband met het overlijden van oud-clubcaptain Bertie Dame. Als eerbetoon aan Bertie. Bertie is 63 jaar geworden, veel te jong overleden. Vandaag een wedstrijd. Jukes Castricum. Jukes staat momenteel nummer 1 en Castricum staat nummer 8 in de competitie. Ik verwacht een spannende wedstrijd vandaag. Het wordt waarschijnlijk een hele close game. We hebben. You guys will be gold. Yeah, gold. You guys are red. You are captain. Ja, en ik verwacht een interessante wedstrijd. Dus, ik denk dat we een leuk spel gaan zien. Kick-off van de Jukes. Meteen een knock-on van Castricum. De bal wordt opgepakt door Max Leber. Bal wordt snel uitgespeeld naar buiten. Gian. Daar gaat Gian van den Bogert. Zoek ze steeds in balbezit. Kevin Ebing pakt de bal op, paas hem uit. Bal wordt keurig opgepikt door Maarten. En Jukes nog steeds in balbezit. Mooie back door. Mooie schijnbeweging van Mees, volgens mij. Nee, dat was Gian. Oh, Gian, ja. De bal wordt niet losgelaten en daardoor krijgen we de Jukes een kick tegen. Nou, dat is op zich een aardig begin ook van de wedstrijd. Eens kijken of dat we een klein beetje druk kunnen houden op Castricum. Line-out wordt goed verwerkt. Use it! Use it! Er komt waarschijnlijk een boxkick. Ja. Alleen. Het is niet zo ver. Hij wordt helaas niet gevangen door Jukes. Play.
No, one, one. Mooie you're kick. Right now. Prima kick. Is het 50-22 of niet? Wat zeg je? 50-22? Nee. Yes. Yeah. Nah, I went back. Pass back. Lange lijn uit. Nokon van Lars. Ja, jammer. Even kijken, de scrum van de wedstrijd. Eens kijken hoe de scrum staat. We hebben op eerste rij hebben staan. Even kijken, Kevin Ebing. Lars als hoeker. En Junior. Die op de eerste rij staan. Tweede rij, Chris O'Farrell. En Max Leber. Nummertje 6 als flinker Jaap van der Vleuten. En Johan Liebenbeek. En dan nummer 8 Dylan Robinson. Eens kijken hoe de krachtverhoudingen staan. Stay on. Is redelijk steady. Maar Kassum krijgt de bal er ondanks de druk goed uit. Turnover. Ja. Mambo. Ja, drop hem down. Goeie run van Max. Prima actie van Zoeks heeft de druk er aardig op staan. Wordt uitgespeeld. Goeie paas van Chris, ja. Chris die de bal weer bespeelbaar houdt. Gianna die net niet op zijn voeten blijft staan. Maar. Bal voor Jukes, volgens mij. Ja. Captain. Line-out voor Jukes. En we gaan eens kijken of dat we vanuit deze positie een score kunnen maken. Give me a gap, red, red. Eerste draai zo vroeg in de wedstrijd zou wel fijn zijn. Ja, inderdaad. Nou, we hebben aardig de druk erop staan, dus hopelijk betaalt zich dat uit. Bal weer keurig gevangen. Er wordt een mol opgezet. Goede drive. Bal blijft bespeelbaar helaas. Struikelt degene die de bal droeg. Daar gaat Maarten. Probeert een gat te vinden in de verdediging. Chris O'Farrell. Zit er nu op de 5 meterlijn. Wat zelf. Bal komt er uit. Dylan doet een crash run. Hij heeft de bal, geeft hem maar keurig af. Bal wordt naar buiten gespeeld. Schijnwege van Gian. Stop! Bad advantage, offside. Kevin. Voordeel voor Jukes. Ja. Wordt naar buiten gespeeld. Naar Junior. We hebben nog steeds voordeel volgens mij. Ja.
En we gaan terug naar de plaats van de overtreding. En we gaan de bal op de palen kicken. Ik kan de ref niet horen, maar dat kan normaal liggen. Als ik al wat ouder, dan wordt je gehoor wat slechter. Maar... Jensen gaat de kick nemen. Ja. Nou, het is op redelijk makkelijke plek. En meestal als dat zegt, dan schiet hij me naast. Ja. Maar we hebben inmiddels wel wat vertrouwen in Jensen. Hè? Ja. Die heeft er al een redelijk gemiddelde met kicken. Dus even kijken wat, of dat gaat lukken. En inderdaad, hij gaat er doorheen. 3-0. Jux. We zitten in de 9e minuut. Dus ja. Prima kick van Maarten. En het is goed dat Norby daar te plaats was, zodat er niet een hele snelle ingooi gedaan kan worden. Gap, keep the gap. Dit was niet zo'n hele goede line-out, maar goed. Hij wordt gevangen door Mambo. Ja. Af. Van Mats. Heel mooi. Mooie kick. Teruggekikt. Uit. En dat levert een mooie treinwinst op. Maar gevangen. Bal wordt uitgepaast. Gian gaat voor een break. Gian blijft op zijn voeten. Zit naar de grond. Meesvoets. Meesbal legt de bal keurig klaar. Bal helemaal naar Puis, buitendoor gepast naar Jensen. En Lars heeft de bal, wordt weer uitgepaast. Oh, mooi paas. Een knock-on van Zione. Ja, maar het is, loopt lekker. Mooie aanval. Jammer dat dan door één foutje. Het dan misgaat.
Maar ik moet zeggen, vorige week zag ik heel veel handling errors. Het lijkt er nu op dat dat wat minder is aan Duke's zijde. Going in? Ja, oké. Dylan lijkt wat aangeslagen. Gian met de mogelijke bestuurder. Ja. What are we doing? Replay van de Nakom. Daar gebeurde eigenlijk niet zoveel volgens mij bij Gian, maar hij wordt subbed. Gewisseld, denk ik. Oh, dan zal die vrezen van balen dat hij nu weer uitvalt. Hij was net terug van een blessure. Maar ja, misschien valt het mee. We moeten eens even kijken wat. En Teun komt erin. Teun Admiraal. Als tweede center. Ja, plop! Sakken! Sakken! Hold, wait! Coach! Take! Set! Now we're both going down. Keep your point. Every zegt dat er geen aanwijsbare speler is die iets verkeerd doet. Ze gingen alle twee naar beneden. Dus we gaan de scrum opnieuw doen. En Kastikum mag opnieuw de bal ingooien. Goed gevangen door Jensen. Uitgepast. Mambo. Nou, Teun. Leave it. Hands off, yeah, you're good. Push on you. Stay. You're right now. Stay out. Een beetje rommelig op dit moment, maar outside. Goeie kick van Maarten. Beetje vervelende bounce voor de man van Kastikum die hem toch nog kan verwerken. Goeie paas. Jaapie van de Vleuten. Sione. Maar los. Ja. Voorwaartsen zitten er lekker bovenop. Mooie treinwis weer met de kicks. Dat was een knock-on. Maar er komt een line-out. Bal wordt ingegooid door Lars. Keurig verwerkt. Mambo op snelheid. Legt de bal keurig neer. Max Weber doet een crash run. Lars, Maarten. Gaat zelf. Mooi offload. Oh, zonde. Helaas niet gevangen. Zonde. Wees tegenaan. Hey, de bal.
Johan kon hem net niet vangen. En we gaan scrummen. Too much running. Ping pong. Chok, Tommy. Chok. Hey, one pack. Scrum done. Hey, let's go, Rennie. Ik vind de scrum redelijk in evenwicht. Bang! Set! Use it! Bal komt van Kastikum zijde uit. Maar ze komen niet verder. Hebben we keurig omhoog gehouden door Teun. En dan komt Kiki. Stay goal. En Jukes bal. Ja. De bal wordt niet recht ingegooid. Dus ze krijgen een scrum voor Kastikum. Diepe kick van Kastikum. We houden hem gewoon binnen. Gekikt door Jansson. Ja. Wordt ook gevangen. Mooie tackle van Meesvoets. Ja, goed werk van Jukes. Bal turnover. En een kiki. Die net verkeerd stuitert en binnen blijft. Weer goede druk. Nou, volgens mij houdt iemand daar de bal. Oh, oké. Okay. Nou, goed, prima. De rest ziet het anders. Ik vond, dacht te zien dat Kastikum de bal vasthield. Maar een van de Jukes-mannen is er overheen gedoken. En de referee beslist dat het dus een penalty voor Kastikum is. Nou, prima kick. Krijgen een line-out voor Kastikum op ons 22 meter lijn. Nou, prima line-out. Oeh, dit ziet er niet goed uit. Voor de Jukes dan. Bal wordt uitgepaast. En een kiekje. En een try voor Kastikum. Ja. Score 3-5. Gaan ze de conversie raken? Dat is de vraag.
Score is 3-5. Op dit moment. De regie gaat even in de knup. Nou, deze lijkt me niet echt onmogelijk. Eens kijken of dat hij het ook daadwerkelijk voor elkaar krijgt. We hebben geen klok die meeloopt. Nou, keurige kick tussen de palen door. En de score is 3-7 in het voordeel van Castricum. We zijn inmiddels 23 minuten onderweg. Jammer dat... dat er zo'n score tegenkomt. Ik had het idee dat Jukes bovenliggende partij was. Maar goed, als je niet scoort, kun je ook niet winnen. Oh, teruggekikt. Oh, wordt opgewacht door Dylan. Komt bij Maarten terecht. De Mambo. Mambo. De Mambo. Zet een sprintje in. Break. Probeer hem te kicken, maar het is hem helaas niet gelukt. Allemaal een beetje rommelig dit. Maar goed. We hebben de bal. Ja. Ook een mislukte kick. De bal gaat weer terug. Andere kant op. Dylan. De bal keurig neerlegt. Wie is vandaag de captain, Geert? Ik denk dat het Maarten is. Maarten. Tenminste, lijkt mij logisch. Ik, Goeie run van Junior. We hebben allemaal rouwbanden om. In verband met het overlijden van Berti. Ah, die ziet er toch wel goed uit hoor. Veel druk. Ja, prima, prima break. Oh, het laatste moment getackled. Uitgespeeld op de blindside. Oh, gaat weer terug. Chris legt de bal neer. En de scheidsrechter geeft voordeel. Voordeel voor Jukes. Wat zou ze mee kunnen doen? Misschien een try. Mees. Goeie run van Mees. Op Kevin. Kevin gaat zelf. En hij maakt de try. Of niet? Held up. Held up. Ah, jammer. Nee, niet. Maar we hadden voordeel. Ja. Ga terug naar de voordeel inderdaad. Ja, het is jammer dat Kevin Ewingen niet kan drukken. On the nine. Taking out the nine. Is mooi uitgespeeld. Ja. Hey, come on, forward. Go. Misschien een blessure bij Castricum. Oké. Ziet er niet goed uit. Ja, daar wordt gewisseld. Teun had ook even wat pijn, maar dat ziet er uit alsof hij gewoon door kan. What are we doing? We're all good. What are we doing? Er wordt even gediscussieerd over wat doen we. Snel benomen. Juist. Nou ja, zo kan het natuurlijk ook. Heel slim. Dylan neemt een snelle kick en ja, drukt de bal. Er wordt wat geprotesteerd aan Castricum zijde.
Maar het scheidsrechter zei van nee, jullie hadden genoeg tijd om te kijken wat er gebeurde. Nou, dan gaat Jensen gaat weer. I'm okay, thanks. Eens kijken of hij deze er tussendoor gaat krijgen. Wat denk jij, Tom? Ik denk dat deze wel doorheen gaat, ja. Lijkt mij ook, hè? Dat hij vaak genoeg geoefend. Precies. Zou makkie moeten zijn. En anders moet Jensen vanavond in de schuur slapen of zo, vermoed ik. Concentratie. Helaas, net niet. Nou, die ging er dus naast. Die gaat in de schuur slapen. Ja, ik vermoed vooral. Tenminste. Ja. Je kunt ze niet allemaal maken, laten we daarvan uitgaan. Maar goed, dat geeft al een voorsprong van de Dukes van 1 punt. We zijn bijna een half uur onderweg. Dus ik vind het een leuke wedstrijd tot nu toe. Er wordt behoorlijk wat druk uitgeoefend. Even kijken, Mats kikt de bal uit. Line-out voor Kastikum. Ja. Onze twee op de Dukes 22. Preview. Oh, no, I can change. Ik denk dat de ref vroeg van, was dat een knock-on? Ik denk dat dat door de assistant referee werd bevestigd. En dan krijgen we dus een scrum. Een knock-on van Mats Luijs. Ja, ja. Second, very high. Second. Power house, boy. Straight. Crouch. Bind. Please. Set. Je ziet Dukes sterk staan in de scrum. Absoluut. Nou, prima druk. Volgens mij ging Jaap van de Vleuten ging er met de bal vandoor. Fine, and then knocked on. That was okay. Knock on van Kastikum. Scrum voor Dukes. Dat is mooi. Hey, hey, hey. Leave it, leave it, leave it. Er wordt even een beetje geruzied. He fucking hit me, little bit. Er worden wat Engelse krachttermen gebruikt. We kunnen het niet helemaal volgen, want af en toe valt het geluid van de scheidsrechter weg. Maar oké. Okay. Je ziet Kastikum toch wel de Ja, je ziet inderdaad. Nou, goede scrum van de Dukes. Ik kan niet anders zeggen. Junior staat nog steeds een beetje te kijken van. En een line-out voor Dukes. Dus even kijken of dat hier weg kunnen van onze eigen helft. Oep. We hebben hem nog. Dus even een beetje kunst en vliegwerk. Bal wordt omhoog gehouden door Kastikum. En. Geen voorwaarts beweging. Dus. Stay up, boys. Stay up. Hey, Boep, hey, let's go down here.
Crouch! Bind! Set! Al komt er een Castricum zijde uit. Wordt keurig doorgepaast. Break van nummer 12. Bal wordt helemaal uitgepaast naar buiten. Door een man over. En een try. Keurige try van Castricum. Veel ruimte aan de buitenkant. Ja, je zag hier dat. Je ziet er nu, nu hebben ze al een man over. Ja, dan moet je een keuze maken. Als fullback. Ja. En dan. Ja, dan is er geen houder meer aan. Nee. Stand 8-12. Eens kijken of dat de conversion erdoor gaat. Wel een wat lastige hoek. Keurige kick, ja. Mooie kick van Kasper. It's okay. It's just handbags, yeah. I'll keep a check on it. De bal wordt gebracht door een ballenjongen. Ja, dat is een meisje in dit geval. Meisje. Meisje Hoesloot. Het is leuk om te zien dat al die hele jonge spelers, stugjes, ook betrokken worden bij zo'n zaterdag. En ze doen met veel inzet en veel plezier. Het is leuk om te zien. Mooie dubbel hit. Ja. Bal wordt opgebracht door Jensen. Ah, mooi. Veel ruimte. Wordt uitgespeeld. Helaas gevangen door een Kastekum speler. Een beetje slordige paas. Maar hij kan net de bal vangen. Van Mucella. I've just got a call. It's a poor pass from Yellow. Scrum. It was a poor pass down here. Here we go, then. Scrum. Scrum. We krijgen een scrum voor de Jukes. Time off. Time off. Waarschijnlijk een blessure. Yeah, if you can come in here, yeah. Yeah, you can change. De timer gaat erin. Hang on. No. Oh no, it's a scrum, sorry, you can change. Time and arts. Okay, thank you. Thank you. Heeft hij voor ook al een wedstrijd meegespeeld? Met de Espoirs. We got porter off, porter off. Okay. Ja, let's go. Taxi. Let's go, boys, let's go, let's go, come on. Ja, ze zien maar dat bij de Espoirs zit genoeg talent om
Keep those boys. Zeg maar het eerste team te kunnen aanvullen. Oh, wordt ingegooid. Komt keurig aan de zoekzijde uit. Oh. Kevin Advantage. Knock-on. Advantage over. Van Timer. Timer moet waarschijnlijk nog even inkomen. Ja, inderdaad. Zie jou nu. Goeie mambo, mambo, kom in hem! Wordt hard gewerkt. Teun met de Teun break. Maakt een break. Maar. Paas kwam niet aan, helaas. Ah, mooie beweging van Dylan. Kikje van Mats. Kijken of dat hij in touch gaat. Nee, maar de druk staat er goed op. Prima tackle van Timing was er volgens mij. Hè? Ja, dat is een mooie chase tackle van Timer. We're on. Bal wordt ingegooid. Weer een kick. Kennelijk heeft een Jukesman de bal aangehaakt. Nou, red ball, het is red ball. Ook al zit. Ja. Check numbers. Lars Lindenbaum gaat ingooien. Alles los. Step. Beetje chaotisch. Ja. Dus jammer, dat is helemaal niet nodig. Be hungry, boys. Mooie tackle van Sione. Maar Kasten blijft terreinwinst maken. Red. Ik denk dat ze pick and go gaan. Ja.
probeer hem te voorwaarsen een try te scoren. Hey, tot nu toe wordt er nog aardig verdedigd door Jukes. Try advantage, offside. Ja. Oh no! Offside here or over there? Offside van Johan. There or there? It'll be time. Probeer hiermee meer punten op het scorebord te krijgen. Voor een grotere voorsprong. De scheidsrechter geeft aan dat dit de laatste. Last play. Ja. Gaan we weer de tweede helft in. Half time. En dit was de eerste helft. We gaan even rusten. We zien u zo terug. I put my, you blow the whistle and I put my clock on. Yeah. So they're not set. It was on the field. There was no water boys on the pitch. Yeah. That's what they told. Yeah. Do you think there was water boys? Yeah. Did they have a material impact? Yeah. Do you think? No? No. Okay. Thank you. Thank you. I don't know. It was the medical or the water boy. Yeah. When it's a medical, it's normally. Okay. It was a sneaky move. Yeah. Anything? Any? Any? In the scramble. Or... Yeah. Okay. Gone forward, and then it's good.
Mag ik het hebben? Mag jij in de zon staan? Thanks, man. One left. Okay. I think I've only ever been hit once by a ball. I was too far in front. I was over here, looking that way, and he's kicked it this way. Ja, we zijn weer terug. We gaan beginnen aan de tweede helft. Kick-off door Kastrikum. Succes nog aardig wat punten in te halen. Junior, mooie dunks. Keep going. Chris O'Farrell. Mooie kick van Tijmen. Met de gang. Mooie break van Mambo. Nou, go! Get up! Come back! Nou, we hebben mazzel, dus geen knock-on volgens de ref. Time op de nummer 10. Volgens mij is hij verplaatst van de nummer 9 naar 10. Goed te zien van Mats. Come back! Climb advantage! Foutje van... No rolling! Jukes. Hit him, boys! Smash him! Not rolling. Zien jullie even de replay? Niet gekeken. Nee, dat was een die blinde paas van Dylan. Here we go. Kastrikum gaat voor de palen, denk ik. Ja. Tot nu toe heeft Kastrikum alle kicks geraakt. Ja.
En die gaat ernaast. De stand blijft 8-17. Behind the kicker, behind the kicker. Waar gaan we naartoe? One line. Mooie kick van Tijmen. Maar niet een touch. Dus Kastikum kan het spel weer oppakken. En dan komt weer een kick. Werd bijna gevangen door Mats. Bal blijft bespeelbaar. Maar dan ben je wordt. Ja, niet slim. Oké. Okay. Boskick van Mats. Ja. Stay up! Goed geplaatste kick. 50-22. Ja, keurige kick. Keurige kick. Kan niet anders zeggen. En het is natuurlijk. 50-22. Line-out voor Kastikum. Ja, als je de bal kickt, moet je wel proberen om hem in touch te kicken. Het is natuurlijk veel effectiever gebruikt door Kastikum dan door Jukes. Straight options. Niet recht ingegooid. Scrum voor de Zoeks. Boys, next thing, scrum time. Help, klopt! Second! Over time, let's go back. Big way. Kick! Bang! Please! Set! Dead! Goeie scrum van Kastikum. Nou, problem. He's pulling it around. Gotta hold your weight. Scheidsrechter zegt dat de Jukes de scrum omtrekt. What are we doing? Captain. Okay. Captain. Ze gaan voor line-out. Ja. Goeie actie van assistant referee Fred, die de vlag, de try-lijn, de vlag omhoog probeert te houden. Take back. Prima line-out van Kastikum. Er komt een drive. En je ziet dat nummer 8 de bal heeft. En die gaat proberen de bal te drukken. En Jukes heeft helaas niet de aanval van Kastikum kunnen stoppen. Dus... Ja, goede forwards beweging. Je ziet het gebeuren. Ja, prima try van Jukes.
En de conversion wordt gemist. Stand is inmiddels 8-22. Zoek zullen er toch wat tegenover moeten gaan zitten. Twee geconfronteerde tries op achterstand. Tijd dat we wat gas op de plank geven. Timer met de kick. Nou, er komt een boxkick. Bal vangen door Dillon. Ging maar net goed. En Eli Leubers is erin. Mooie achterlangse paas naar Jensen. Ja, mooi. Jaap, mooi. Ja, van de Vleuten. Terug naar Jensen. Jensen. Terug naar Mees. Mees Voets en die scoort. Nou, dat was mooi open spel. Mooi samenspel. Ja, prima try. Hey, so easy, boys. Let's go. Er blijft gekeken worden, zo goed. Anyway. 13-22. Het is vandaag 18 graden, bewolkt, met een windsnelheid van 11 km per uur. Even kijken of Jensen deze kan maken. Ja. Keurig. Verschil is nog maar 7 punten. Tussen Jukes en Kastikum. Van Dillon. Bal wordt doorgepaast naar buiten. Jensen, goede offload. Mooie lijn van Lars. En dan op de side, 22. En op de side, 22. Inkomen van de zijkant. Door nummer 22. What are we doing? Having a shot. Gaan we weer voor de kick? Ja. 22 and on the side. Ik denk dat dat Huub van Boerdonk was. Ja, dit soort fouten is jammer. Zeker als je dat zo dicht bij je eigen 22 doet, dan is het resultaat vaak dat je een penalty
door de palen krijgt. Eens kijken of hem dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Vorige keer heeft hij deze gemist. Gaat hij hem nu wel raken. Ja. Ja, helemaal goed. Great kick, Dakota. Score 15-25. 10 punten achterstand. Oftewel 2 tries. Dan zullen we toch... nog minimaal 2 keer moeten scoren om de gelijkspel eruit te slepen. We zitten inmiddels in de 55e minuut. Dus er is nog tijd. Al komt er aan Kassim zijde uit. Verre boxkick. Al gevangen door Dillon. Blijft staan. Wordt weggekikt. Beetje vreemde kick. Steek op! Oh, de kick is niet in touch. Jensen. Een verre kick. Ze gaat uit. Lijn uit voor de Dukes. Nou, op zich een mooie treinwinst. Ik zie in de chat dat Rob Schreuer ook kijkt. Inderdaad, Rob. Een hoop kostbare fouten worden gemaakt. Ja, use the line. Inderdaad, jammer. Check numbers! Line-out. Mooie run. Ja, van de Vleuten. Junior, pas de bal door. Timen, mooie paas naar Liz, Lars. Met veel meters. Er wordt hard gewerkt. Teun die wordt teruggezet. Gione. Lars Wurm zich er doorheen. Mooie offload. Ah, mooie offload. Naar Chris. Bal komt eruit. Gaat aan de buitenzijde. Gione. Bal uit. Of dans. Jensen had zijn voet buiten het veld. Pijntjes aan de kant van Kassikum. Ja, enkeltje. Two, three, 23. Captain, just keep those tackles in check. It was marginal over there, played on. Right. Just keep those tackles in check, Captain. Played on. Okay, okay, I thought it was marginal. Obviously, got a good chat, so okay. Just keep it safe. Yeah. Anything else? Eight, but I thought it was over. Okay. Yeah. We good, yeah? Time on. Oh, okay. Another one. Sorry, too soon. Scheidsrichter wil alweer beginnen, maar er lag nog een bij Kassikum. Just under 23. Op apengapen. Oh, het is een schoen weer dicht, wordt vastgetaped. Ja.
We good? 23. Tim is een hele jonge speler, 18 jaar. Speelt nu al in het eerste. Veelbelovende speler dus. Ja, ja, we hebben nu ook weer een hele hoop aanstormend talent in het team staan. Ja. En dat is mooi om te zien. Ik denk ook dat de future competitie op zich een goed plan is. Ja. Dat is toch wel een verschil of dat je zeg maar bij de jeugd speelt of dat je tegen een gedegen tegenstander speelt. De bal wordt gekikt en niet aangeraakt door Jukes, dus nee. Een line-out voor Jukes. Het is ongeveer halverwege het veld. Bal keurig gevangen. Goeie run van Gione. Mooie break, helaas niet de offload kunnen geven. De snelle bal naar buiten gespeeld. Mooie paas. Maar de bal wordt. Hands out. Playing it on the ground, hands out. Er wordt op de grond gespeeld, volgens scheidsrechter. Kost ik hem. What are we doing? We gaan zo zien voor de line-out. Zo'n mooie kick. Ja. Tegen bij de twaalflijn. Prima kick van Timmy. Een mooie positie om wat op te zetten. Ongeveer 20 minuten speeltijd over. Ja. Dus kijken of dat, wat heel vaak de laatste 20 minuten, gaat de conditie een grote rol spelen. Dus kijken hoe dat met de conditie van de Jukes zit. De bal is volgens mij bij Lars. Jukes voordeel. Ja. Dat is één. Nou, leap up. Ja, en ja. Mars gaat zelf. Mooie try. Keurig. Goed voorbereid ook door de voorwaarts. Ja. Je ziet dat er constant controle over de bal is. En ja, prima try dit. Mats ziet het gat. En duikt daar in één keer in. Dus dat is helemaal oké. Okay. Mooi. Prima gespeeld. Mooi trui. Nou, dat brengt de achterstand terug tot 20-25. Wacht even op Jensen. Wat denk jij, Geert? Denk je dat deze kick raak gaat? Ja, normaal gesproken moet je dat niet zeggen, want dan gaat hij er juist naast. Dus ik denk dat hij hem mist. Ja, ik denk dat hij hem raakt. Volledige concentratie. Mooi. 22-25. We zitten in de 65e minuut. Dus we hebben nog ruim een kwartier te gaan. En nou, het lijkt toch een spannende wedstrijd te worden.
Zeker. En dat wat we in het begin zeiden, van nou, het wordt een hele close game. Dat lijkt ook uit te komen. Zoek zij zich tot nu toe goed herpakt. Ja. Bal wordt gevangen. Jurgen van Dillen. Kijken of we over de game line kunnen komen. Kick van Jensen. Dat was van Tijmen. Oeh, dat was een beetje een vervelende clash. Ik denk dat. Ja, dat komt al hard aan, maar ja, goed. Dat, dit zijn. Ze gaan. Pardon? Ja, zijn. Zij ze de vraag even aan de assistant referee. Of dat er foul play was. Maar ja, goed, het is twee mensen springen naar de bal. En, ja. De ene heeft dan geluk en de andere wat minder. Maar goed, hij overleeft het wel, vermoed ik. Inderdaad. Is ook een voorwaartse? Ja. We right, eh? Let's go. Play on, it's knocked on. Nou, bal voorwaarts of knock on geweest, voorwaarts gaan. We krijgen een scrum voor Jukes. Ik zie dat Joey Eikermans hier in de kamer is. Dat is flinke. We gaan hem opnieuw doen. Scruff van het juke ziet er nog steeds sterk uit. Ja. My advantage. Oh yeah, leave it, leave it. Penalty. Penalty snel genomen door Dillen. Naar Jaap. Jaap van de Vleuten. Wordt naar buiten gespeeld. Timer gaat zelf. Mooie offload. Come back. Bijna fout, maar gelukkig. Kan Jaap zijn fout herstellen. Oh, jammer. Jammer, jammer, jammer. Het is een goede poging van Jensen, maar doordat hij getackled werd, werd de bal zeg maar, uit zijn handen gespeeld. Here we go. Let's go, go! 5 seconds, hè? Onder toeziend oog van een aantal vaders die daar op de wal staan. Ik zie meneer Van Os zien staan. En papa van Roy. Keurig neergelegd op Kastikum. Step, step. Goeie tackle van Junior. Ah, dat wordt keurig verdedigd, wordt fel opgezeten. Er worden twee tackles gemist.
Penalty voor Kastikum, of het ons voordeel. Ja. Oh, oh. Can I have over here for offside, in on the side, or here for kicking the ball? Ze krijgen een keuze. Or you can have it over there for coming on the side. Twee penalties. Okay, so we got a penalty here, in on the side. We got a penalty here for kicking it through. What would you like? Ja, daar gaan ze voor de paal natuurlijk. Ja, ja, slim. Gaan we weer voor de palen. Bal werd uit druk geschopt. Zonder dit soort foutjes. Concentratie nummer 22 van Kassum. Kijken of dat die de conversion erdoor kan krijgen. Gaat ernaast. Oh, nou, dat is een mazzeltje voor Jukes. Nog een kleine 10 minuten. En ik heb het idee, als ze de bal zeg maar levendig kunnen houden, dan een beetje running rugby spelen, dan kunnen we nog misschien nog wel wat punten bij scoren. We staan maar 3 punten achter, dus. Ja. Come back! Bal gaat helemaal naar buiten. Kikje, maar gaat niet in touch. Nelson met de kick. Wordt niet gevangen. Nee. Maar goed, Zoeks moet dan wel zorgen dat ze de druk erop houden. Bal keurig gevangen. En Huub, onze wing, is erin gewisseld. Ja. Nummer 20. Nada. Een slordige paas. Zonde. Wederom een fout. Ja, dit kan je duur komen staan. Want met een beetje. Nou, we gaan een scrum doen. Jammer dat er zoveel handling errors gemaakt worden. Ja. Want uiteindelijk, denk ik, als je kijkt naar de eerste helft. Had Jukes er aardig te druk op staan. Maar goed, Kastikum heeft dat ook keurig verdedigd. Krijgen een scrum voor Kastikum. Bal komt er keurig uit. Dat je laat tackle, maar oké. Kastikum blijft in balbezit. Kastikum blijft fases spelen. Oh.
penalty voor voordeel van Jukes. Het zou mooi zijn als we daar wat treinwinst kunnen boeken. Dylan heeft wat last van zijn gezicht. De spelen zien er al redelijk vermoeid uit. Ja. Wel een mooie kick van Tijmen. Ja, helemaal prima. Goede treinwinst. Mogen op de voorlijn geslagen worden? Just under 8. Nog een minuutje of 8 zit scheidsrechter. Klopt wel ongeveer met onze klok, hè? Keep the gap. Red. Red. Ik hoor dat de aanhangers onder aanvoering van onze Dick wat herrie maken langs de kant. Dat ging net niet goed. Ja, de bal werd voorwaarts. Of knock-on. Werd wel zwaar gevangen door een Duke, maar uiteindelijk ging de bal voorwaarts. It's on, yeah. In zijn val vangt de bal en kikt hem in midfield. Oh, wat zonde zich. Stuit het terug. Ja. Kaskum heeft de bal. Stay go. Wordt weer op dezelfde plek gekikt. Oh. Daar. Ik denk dat Jensen het gevoel had dat die bal voorwaarts was, maar... Hier run van Lars. En een kickie. Mooie borstkick. Goede chase van Huub. Druk staat er goed op. Steel was fine, but it was not. Oordeel van Kastikum. Sport is dan duidelijk voor Jukes. Ja, dat heb je zo als je thuiswedstrijd speelt. Ja, de bal wordt geript door Jaap van der Vleuten. Jan van der Paas. Mees heeft wat last. You can only have one go. Om de bal. There it is. Mats werd naar voren getrokken. Nog een kleine 5 minuten. Om een eventuele try te scoren. Kijken of er nog een snelle break uit kan. Mooie break. Mooie kick. Wordt doodgedrukt. Ja. Doodgedrukt. Een 5 meter scrum voor Jukes. Nou, dit moet... Het moet iets worden. Ja. Eens kijken of dat we hier gebruik kunnen maken. Je ziet wel dat... De vermoeidheid toeslaat bij beide partijen. Maar goed, het is ook nog maar een paar minuutjes. Dus er komt een wissel.
perfecte kans om hier nu een try uit te halen. Dat zou heel mooi zijn. Nog 3 minuten geeft scheidsrechter aan. What are we doing? Ja, de wedstrijd ligt even stil, omdat er een blessure is bij een Kastekum-zijde. He's on. All right, jump off, thanks. All right, trainers off. Take him back. Nou. Come on, Duke! Keep it up, yeah, keep up. Stay up. Close feet. Crouch. Five. Set. Balls out. Balls eruit. No. Nee, hij keurt hem niet goed. Helaas geen try. Nee. Hij zegt crossing, volgens mij. Je ziet ook iemand voor de man die de bal draagt lopen. Ja. Ja. Zonde. Kastekum probeert hier zoveel mogelijk tijd te rekken. Ja. Stan, we lopen allemaal. So I haven't started. Back on. Oh. Zoek zijn bal. Ja, niet, mooi. Niet recht. Dan gaan we weer een scrum proberen. Het kan nog, er is nog wat tijd. Dat is een totale fout. Ja, dit is your movement as forward. Fantastisch. Now you just got to both go forward as a front row. Let's go. Zo, is dat niet lullen. Mijn poetsen. Crouch! Bye! Set! Nou, wel een hele goede push van Kastekum. Maar Jux heeft de bal. Teun Admiraal. Ja, er gaan er wel mensen over de top daar. Heeft hij even gezien. Jaap met de break. We hebben voordeel. Nog steeds voordeel. Ja. You're going around the ankles, mate. It's dangerous. It's dangerous. It's dangerous. Gevaarlijk spel van Kastekum. Wat gaan we doen? Gaan we kicken of gaan we spelen? Ik zou zeggen spelen. Palen. Ik zou voor de palen voor een gelijk spel. En Jensen met een belangrijke kick. Ja. There was another penalty back there anyway. Okay. He went off. Would have been a penalty back there. Yeah. Vuga als waterdrager. Please go back 10 meters. Ook een behoorlijk zware blessure opgelopen.
hij is raak. Door de palen. En dat is ook meteen het einde van de wedstrijd. 25-25. Thank you. Well played. Nou Tom, dit was wel redelijk spannend zo op het einde. Redelijk spannende wedstrijd inderdaad. Jammer, veel fouten gemaakt aan beide zijden. En nou ja, goed, uiteindelijk hadden we gelijk toen we in het begin zeiden van het wordt een hele close wedstrijd. Ik wil jou in ieder geval bedanken Tom voor het mede commentariëren. Onze volgende thuiswedstrijd is even kijken op 21 oktober. Tegen het Gooi. Er zit een pauze van 2 weken in en een uitwedstrijd tegen Den Haag. Ik wil u allemaal bedanken voor het kijken. Wij gaan een biertje doen. Fijne middag, avond. Dank u.